We gaan in dit filmpje kijken hoe we de plugin die we net hebben geïnstalleerd ook nog kunnen aanpassen. En dat doen we dan via de customizer die in de recentere versies van WordPress aanwezig is. We klikken hier zo op de met de rechtermuisknop en we kiezen voor inspecteren om te ontdekken wat voor item het is. Hier zien we dan die span staan. Het is een class met tekst JRM button tekst 2. Kijken of ik die kan kopiëren. De selector eventueel. Of misschien kan ik hem hier kopiëren. Nee, dat misschien niet. Vervolgens heb ik dit kleine ruimte, dus ik sluit deze weer en dan ga ik hier naar de customizer. En dan kunnen we heel veel dingen instellen. En daar komen we nog wel vaker op terug. Maar we kunnen ook extra CSS toevoegen. En dan plak ik even die selector. Ik hoop dat ik hem te pakken heb. En dat is hem dus niet. Maar ik heb wel de wrapper die ik hier nu heb. En die kan ik ook aanpassen. Anders moet ik hem gewoon eventjes op een papiertje overschrijven en hem dan innemen. Goed, hier gaan we CSS voor schrijven. Het rode balkje ziet dat we nog met de syntax een beetje mis zitten. En we zeggen hier zo bijvoorbeeld, de kleur moet recht rood zijn. Of Dodger Blue. Op dat moment hoop ik dus dat hij hem al Dodger Blue geeft. En dat doet hij dus op dit moment niet. Kijken of hier wat staat. We gaan deze selector hiervoor weghalen. Die punt moet natuurlijk wel blijven staan als de class selector. Daar is die wel. Dus hier hebben we dus een kleur. Als we met de muis eroverheen gaan, dus dan kopieer ik deze selector opnieuw. Dan wil ik dat hij een andere kleur krijgt. Dus ik heb hier zo deze selector en dan een hover. Het is toch wel goed dat je een beetje kennis van HTML en CSS hebt als je met deze cursus begint. Color. En dan geven we die bijvoorbeeld ook rood. En we kunnen misschien wat vetter weergeven. Font weight. Misschien gaat dat werken. Het hangt een beetje van de selector af en of die daarna nog een keertje wordt overschreven of niet. Bold. Nee, die zien we niet doorwerken in het uiteindelijke resultaat. Dan moeten we toch precies de goede selector hebben. Goed, dit gaan we dan publiceren. En dan kunnen we de customizer sluiten. We zien er ook dat die figuurtjes hier anders zijn. We zien ook in de customizer edit. En we hebben op dit moment de leesmeerknop aangepast. Dat geldt meteen voor de toonmeerknop.